Lars Hoogboom, aanrijder Team Perel. Vandaag eerste wedstrijd, Aad Koopmans trofee. Hoe ging die? Ja, wel aardig. Het hele team redelijk voorin gekoerst, de hele wedstrijd. Ja. Uiteindelijk de laatste twee rondes is de beslissende kopgroep weggereden en er zaten met z'n tweeën bij, Bart en ik. En ja, wat tevreden toch we er in ieder geval bij zaten. Ja. En de voorbereiding naar de wedstrijd toe, hoe was die voor jou persoonlijk? Ja, goed. Het is hier goed toeven, mooi weer. Ja. Gewoon gezellige omstandigheden, gezellig hier in het huis zien met z'n allen. Ja. Goed eten, goed slapen. Ja. Zoals een voorbereiding hoeft te zijn, zonder veel trammeland. Oké. Nou heb je. Maandag hebben we de volgende wedstrijd. Het is natuurlijk vandaag. Zaterdag, hoe kijk je uit naar maandag? Voor mij was dit een belangrijke graadmeter, zeg maar, naar woensdag toe, het NK. Ja. En dan de 200 volgende week. En alles wat ertussen komt, ja. Daar heb ik me eigenlijk nog niet zo over nagedacht. Oké. Maar je hebt er dus wel zin in de rest van de week? Ja, dit was een aardige opsteken. Ja. En ik hoop dat het woensdag net zo of net iets beter gaat. Oké. Nou, laten we het hopen. We gaan je natuurlijk weer volgen. En wie weet zien we je wel terug met een fles champagne. Ja, ik hoop het. Oké dan. Dankjewel. Lars Hoogboom.